Hoi, ik ben Kim en ik zit in mijn tweede jaar forensisch onderzoek. Vandaag laat ik je mijn opleiding zien en beantwoord ik meteen de meest gestelde vragen. Kijk je mee? Onze opleiding zit in het Tania Leon huis. Dit is naast het AMC en ongeveer 10 minuutjes lopen vanaf station Holendrecht. Wij hebben hier op de tweede verdieping onze eigen vleugel, waarbij de labs, studentenkamers, zelfstudieruimtes en de werkplaats heel erg dicht bij elkaar zitten. Super handig, want als je een vraag hebt, is er altijd een docent in de buurt om je te helpen. Op de vijfde verdieping hebben we de theorievakken. Mocht je nou met je volledige jaar een les hebben, dan gaan we naar het Jacobus Mulderhuis op de Amstel Campus. Dit is ongeveer een half uurtje reizen, maar natuurlijk wordt hier rekening mee gehouden in je rooster. Ik woon in Huizen en al met al ben ik ongeveer anderhalf uur onderweg. Ik deed hiervoor nog een andere opleiding, maar die beviel eerlijk gezegd niet zo. Via de Instagram van HVA Techniek kwam ik toen een studenten forensisch onderzoek tegen die mij vertelde over de opleiding en over de projecten die ze deed. Ik vond dat echt super vet en dacht meteen, dit is iets voor mij. Wat ik zo leuk vind aan deze opleiding is dat je de werkelijkheid zo goed mogelijk nabootst. Daarnaast vind ik het super fijn dat je de theorie meteen in de praktijk toepast. Een studiejaar bestaat uit 4 blokken van 10 weken. Het verschilt een beetje per blok, maar je kunt ervan uitgaan dat je ongeveer 4 dagen per week op school zit. Gemiddeld heb je 16 uur in de week les, waarvan je 4,5 uur op het lab zit. Elk blok heb je 1 project. Je werkt daarbij met je team aan een casus en dit kan bijvoorbeeld een woninginbraak zijn of een drugsonderzoek. Je krijgt gastcolleges van docenten uit het werkveld, echt uit de praktijk dus. De opgedane kennis helpt je verder bij het uitwerken van de casus. Alles bij elkaar ben je ongeveer 36 tot 40 uur per week met school bezig. Net als in het werkveld werken we bij ons veel samen in groepjes. Ik vind dat persoonlijk ontzettend leuk, maar het moet je wel liggen. Je zit met je team op het lab en daarnaast werk je samen aan opdrachten en casussen. In het begin was het best lastig om ervoor te zorgen dat iedereen alles op tijd inleverde. Ik heb geleerd dat je aan het begin van het blok echt de tijd moet nemen om goede afspraken en een taakverdeling te maken. De begeleiding vanuit de opleiding is echt heel erg goed. Je werkt in kleine groepen waardoor er veel persoonlijke aandacht is. In het eerste jaar wordt elke groep begeleid door een vaste coach. Hier kan je terecht met al je vragen. Ik vond project Inbraak het allerleukst, omdat je echt het idee had dat je zelf het onderzoek aan het uitvoeren was. Normaal gesproken wordt de informatie wekelijks aangeleverd en nu moest je met je team actief op zoek. Bijvoorbeeld door gesprekken te hebben met docenten die zich voordoen als politie. Dit is net als in de werkelijkheid. De opleiding is heel populair. Er zijn veel meer inschrijvingen dan dat er plek is. De selectie is er daarom om te bepalen welke studenten er toegelaten kunnen worden. Je krijgt van tevoren allerlei informatie thuisgestuurd om je te helpen je zo goed mogelijk voor te bereiden op de 2 toetsen. Mijn tip is om gelijk een planning te maken als je het lesmateriaal hebt ontvangen. Wiskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie zijn belangrijke onderdelen in een van de toetsen. Mocht je deze vakken nou lastig vinden, maak dan tijd vrij om bijvoorbeeld toetsen op het internet te maken. Ik heb dat ook gedaan om mijn geheugen op te frissen. De opleiding geeft je een brede basis, zodat je later overal kan werken. Niet alleen bij de politie of bij het NFI, maar bijvoorbeeld ook als schadeanalist bij verzekeringsmaatschappijen of bij de brandweer. Toen ik net begon bij de opleiding, wilde ik graag bij de politie werken als forensisch onderzoeker. Na 2 jaar ben ik erachter gekomen dat ik liever als forensisch adviseur bij de rechtbank zou willen werken. Het is best druk, maar als je goed plant en je tijd op school met je groepje goed besteedt, is er meer dan genoeg tijd over voor een bijbaantje, sporten en natuurlijk iets leuks doen met vrienden. Wil je meer weten over de opleiding forensisch onderzoek? Kom dan een keertje naar een open dag of stuur je vraag alvast via Instagram DM. Doei doei!